Districtscommissaris Kenya Panza heeft vanaf zaterdag officieel de leiding over het bestuursresort Marowijne Zuidwest. Ze heeft het beheer overgenomen van collega Freddy Daniel. De overdracht vond plaats op het commissariaat Temungo. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling is ervan overtuigd dat Mungo voordelen zal hebben met een eigen DC. Panza gelooft in de potenties van het district en vindt investeren in het menselijk kapitaal van groot belang. DC Daniel kan zich nu vanuit zijn standplaats in Albina volledig richten op de ontwikkeling van het andere deel van Marowijne. Hij hoopt dat beide bestuursresorten de opgelopen achterstanden kunnen inlopen.